Ja, Bilal Benyaïc, politicoloog. U heeft een aantal boeken geschreven over islam en radicalisering. U woont ook in Brussel. Hoe was uw weekend? Rustig. Thuis zitten? Ja? Nee, maar feiten in Brussel, ja, wij hebben te kampen met die veiligheidscrisis. De scholen waren dicht, de winkels waren dicht, heel wat cinema's waren dicht. Bioscopen, moet ik hier zeggen. De mensen hebben angst, je voelt dat. De buren hebben angst. Bij mij is dat wat minder. Ik heb angst voor wat mogelijk nog komen zou of zal in de komende jaren, op middellange termijn, als we deze crisis niet onder controle krijgen. Namelijk, wat dan? Goh, wat je ziet natuurlijk is als we deze jihadis, deze nieuwe generatie niet onder controle krijgen, dan riskeren we helaas dat we op middellange termijn te maken zullen hebben met milities uit die middens en ook uit extreemrechtse middens. Dat moeten we vermijden. Dat zou een horrorscenario zijn, dat is het zwartste scenario, maar dat is potentieel mogelijk natuurlijk. Daarom is het belangrijk dat onze diensten vandaag deze toestand volledig onder controle horen te krijgen. Er zijn heel wat cellen, slapende cellen, andere cellen. Cellen die in verband kunnen worden gebracht met Parijs. Ja. Dus die moeten er effectief uit. Ja. Hoe groot is die groep? Als u zegt, er zijn heel wat cellen, of ze nou slapen of niet. Hoeveel van die jongens die geradicaliseerd zijn, of mannen die geradicaliseerd zijn, zijn er, denkt u? Wel, er zijn vandaag ongeveer 500 Syrië-strijders, waarvan 130 terug in het land bij ons. Er zijn evenveel relatief jonge mensen die met dat idee flirten. Maar dus die vallen voor die ideologie. Zitten die dan in een bepaalde wijk in Brussel of zijn die verdeeld over het hele land? Die zijn verdeeld over Antwerpen, Vilvoorde, Mazeik, delen van Oost-Vlaanderen en verschillende gemeenten in Brussel. Ja. Ja. Toch krijg je het idee. En slechts weinigen zitten effectief vast. Waardoor dat een aantal die vandaag rondlopen potentiële tikkende tijdbommen kunnen zijn. Maar ze weten wie de jongens zijn, toch? Ze weten wie de jongens zijn, maar waarom pak je ze niet op? Dat wordt het plan nu. Er is een nieuwe maatregel door de regering Michel. Dat wordt het plan. Elke Syrië-strijder zal worden opgesloten tot als blijkt dat hij onschuldig is. Vandaag zijn er heel wat jongens waarvan het niet duidelijk is of ze daar wel iets hebben mispeuterd en waardoor dat je die natuurlijk niet kan opsluiten. Die worden wel opgevolgd door onze politiediensten, door het welzijnswerk en door een aantal moskeeën. Maar ik vind persoonlijk dat het veel verder zou moeten gaan, gelet op het feit... Hoe ver dan? Wel, mensen die zijn gaan strijden in de rangen van IS en in de rangen van Al-Nusra, die verdienen het eigenlijk niet om vrij rond te lopen. Nee. Die hebben zich aangesloten bij een terreurorganisatie die sinds een jaar ondertussen Europa toch heeft uitgekozen, ook als doelwit. Juist, als je dan terugkomt naar België in dit geval en je kunt dat bewijzen dat ze dat gedaan hebben, dan moeten ze vastzitten. Dat moet mensen die terugkomen uit Syrië worden in ieder geval vastgezet. En dan wordt gekeken of je kunt bewijzen dat ze daar iets mis hebben gedaan. Dat gebeurt bij ons ook. Dus, voor de vierde generatie uitreizigers. De uitreizigers die pas zijn gegaan nadat ISIS echt op is gekomen in juni 2014. Geldt dat het natuurlijk vrij voor de hand ligt dat ze iets gedaan hebben. Er zijn overigens nog maar heel weinig mensen van die generatie teruggekeerd. De eerste uitreizigers van Syrië gingen strijden tegen Assad. Ja. Dat is een ander slag, zeg maar. Die zijn ook eerder teleurgestelder en op andere manier teruggekeerd. Maar ik ben het met je eens, wat nu nog terugkeert... Daar moet je in ieder geval alles voorzorgsmaatregelen nemen die je kunt. Dus van begin met vastzetten, dan zijn we nog altijd wel een rechtsstaat. Dan moet je wel bewijzen maar eerst dat ze vastzetten daar iets gedaan en dan bewijzen, zegt u. En zo, kan je ook iets anders. Zo werkt dat in Nederland. Ja. Op verdenking mag je iemand vastzetten. Okay. Dat duurt dan 2-7 uur. Want als je daar bent geweest, ga je niet op vakantie in deze tijd. Laten we eerlijk zijn. Je moet in feite het kaf van het koren scheiden. En dat kan je alleen maar als je ze even vastzet om te zien wat ze daar hebben gedaan. En bij welke organisatie dat ze daar zijn actief geweest. Er is één man die heel graag vastgezet zou moeten worden. Althans, in de optiek van iedereen zo'n beetje. Behalve hij zelf, denk ik. Salah Abdeslam. Hij is niet aangehouden. Nog steeds niet. De minister van Binnenlandse Zaken, Jean Bon, zegt... hij heeft, denk ik, steun van binnenuit. Hij kan niet, zegt hij, ik zeg het nu een beetje in mijn eigen woorden... zo makkelijk steeds overal wegkomen. En hij moet hulp hebben om weg te kunnen komen.
Dat is best mogelijk. Toen hij in Parijs zat, heeft hij hulp gehad van zijn vrienden. Zij waren niet op de hoogte, zeggen zij. Vandaag, als je al een week rondloopt in het België of in het Brussel van vandaag, dat zwaar wordt bewaakt en waar veel informatie toch is over de cellen, dan is de kans groot uiteraard dat hij wordt geholpen door een netwerk dat in de commandoketen zit van IS. Ja. Dus die kans is groot. Is niet absoluut, maar die kans is reëel, absoluut. En deze man, los van precies hoe groot dat netwerk is die hem stuurt of helpt of ondersteunt, krijgt het voor elkaar om zo'n wereldstad als Brussel te gijzelen. Lam te leggen. Ja. Maar het gaat in feite ook over veel meer. De trein naar Amsterdam kunnen nemen, of Utrecht. Of de auto. Nou ja, absoluut, goed. Ja, inderdaad. Ja. Het klopt, deze man gijzelt Brussel, gijzelt delen van België. Maar het gaat over veel meer. Ik denk dat er andere cellen zijn die actief hadden kunnen geweest zijn, of actief willen zijn, of zullen zijn. En die moeten we er tijdig uitpikken. Maar geef mij eens een idee, hoeveel zijn dat er dan? Als u zegt, ik denk dat er cellen zijn die actief kunnen zijn. Hoe zijn dat potentieel 15 mensen, 30 mensen, 100 mensen? Er zijn natuurlijk die ex-Syrië-strijders, en dat zijn er heel wat. In Brussel gaat het dan makkelijk over enkele tientallen. Maar die mensen hebben natuurlijk ook een netwerk in de reële wereld, in de wijken en in de virtuele wereld op het internet. En die kunnen ook impact hebben op honderden andere mensen die verleid kunnen worden tot acties, militante acties of gewelddadige acties, die onze samenleving kunnen ondermijnen. Dus er komen heel veel arrestaties aan de komende dagen? Arrestaties. En ik denk dat onze veiligheidsdiensten, die trouwens goed werk leveren, hun handen vandaag vol hebben met het volgen van al die ongeleide projectielen. Want het gevaar is reëel en de kans is groot dat deze mensen in commandostijl, net als de aanslagplegers in Parijs, ons land, zouden willen treffen in het hart van Europa, in Brussel.